Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza. Op de satellietfoto kunnen we goed zien dat er veel bewolking is, maar die bewolking begint langzaamaan te breken zodat er vooral vanmiddag van tijd tot tijd ook ruimte is voor de zon. Er vallen ook verspreid een aantal buien, maar het zijn er een stuk minder dan gisteren. Het wordt vanmiddag zo'n 14 of 15 graden. Het staat verder een stevige wind uit zuidelijke richtingen. Die is boven landmatig of vrij krachtig. En een krachtig, misschien zelfs even hard. Windkracht 4 tot 6, misschien dus 7. Vanavond nemen de buien weer af, zijn er een paar opklaringen en het koelt komende nacht af tot een graad of 9. Morgen hebben we een afwisseling van zonnige periode en een enkele bui. De temperatuur boekt dan een graadje winst. Het wordt 15 tot 17 graden en de wind die neemt later op de dag iets af en draait dan van het zuidwesten naar het westen. In het weekende wordt het nogal onbestendig weer. Vooral zaterdag lijkt het vrij regenachtig te zijn. Zondag en maandag dan zijn er zonnige perioden, maar ook een aantal buien, misschien met onweer. De temperatuur boekt langzaam wat winst en vooral zondag en maandag zou het in de oostelijke provincies wel eens 20 graden kunnen worden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl